Ja, maar ze weer even onrecht bestaat toch in sport, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dit totaal onterecht was. Het één ploeg was die drie punten aan moeten pakken, dan waren wij dat. Dat is gewoon ontzettend zonde dat dit zo afloopt. Wat voor gevoel sta je hier nu? Ja, we krijgen niet de vraag hoe je staat. Ik heb een KUT-gevoel. Mijn moeder zei vorige week, je moet niet zo vaak kutsen voor dat ding. Ja, sorry, bij deze. Nee, maar... Het is gewoon ontzettend zuur, weet je. De AZ geeft de laatste minuut weg. Nu geeft het weer weg. 88 en 89 minuut. Ik denk als het 4-2 op school staat, dat er niemand wat zegt. En dat het gewoon terecht was. En helaas mag het niet zo zien. Nou, dan vraag ik het gevoel. Maar ja, een dubbel gevoel denk ik. Maar dat gevoel wat jij zegt, maar ook qua spel, toch een prima gevoel. En uiteraard zou je dan over een paar dagen weer wachten. Ja, maar ik ben wel iemand die... die gaan gewoon winnen. Ja, dat overheerst op dit moment. Als je van een week de beelden terugkijkt, dan zul je denken, wij hebben het gewoon goed gedaan. Het gevoel was ook gewoon goed. En ik denk dat ze Ajax gewoon echt goed hebben bestreden. En, ik denk dat de kansjes misschien hebben ze twee goals en één kansje misschien. En, ja, ik heb ze voor de rest niet gezien. En, ja, als je dan onze kansen erbij optelt, dan is het echt ongelooflijk dat je niet minimaal een punt haalt. Dat vond ik al te weinig. En dan heb je helemaal niks. Vooral de eerste helft, waar jullie echt boven liggen, op en achter Ajax. Daar heb ik wel niks te vertellen in de eerste helft. Nee, maar je moet zo gewoon keihard aanpakken. Ja, als je met ver spel. Krijg je gewoon met bal en bal in de man soms, dat hoort er ook soms bij. En dat vinden de vleugels ook leuk. Dus daar hebben we ook achterin staan die dat kunnen. En dan zie je dat de jongens daar een hekel aan hebben. Iedereen heeft daar een hekel aan, maar zeker jongens die... Die geen international zijn. En ja, dat is de enige manier om die jongens aan te pakken. Ik denk dat we dat bij Faas gewoon heel goed gedaan hebben. Maar ja, nogmaals, je koopt er niks voor. Je hebt weer geen punt. En je komt op een geweldige manier, dan ben je 0. En dan moet je gewoon de kansen in de eerste helft afmaken. En dan staat er gewoon 3-0 met rust. En dan is het beslist. Ja, dan is het zeker beslist. Maar als je het eerste helft niet beslist, moet je de tweede helft 2-0 maken. En dat gebeurt ook niet. Ja, maar afgekeurd ook, maar helemaal geen buitenspel. Nee. Dus dat had gewoon 2-0 moeten zijn. Nee, ja, dat bedoel ik. En als je daar Bakuna dan nog een kans twee keer met onaan. Volgens mij. Dus kijken dat die laatste bal goed voor langs gaat, is ook een 100% goal, denk ik. En, ja, dat is... Alles was perfect. Dat is kloot. En, ik heb er echt geen woorden voor. Je hebt gewoon 0 punten en dat doet gewoon pijn. Klaartje en Huntelaar, je hebt een hele wedstrijd in je broekzakje. Eén momentje kruipt je er even aan uit en dan is het beslist, hè? Ja, weet je, ik zei net al in de kleedkamer. Ik zeg, van mij hebben twee jongens gescoord die geen bal geraakt hebben bij Ajax. En, dat is ook kwaliteit. En, daar moeten wij ook gewoon van leren. En, ja, je ziet ook gewoon, je merkt gewoon dat het gewoon een goede speler zijn. Ja, en te laat van één moment is genoeg en daarvoor staat hij er. Ik weet niet eens hoe die bal kwam. Ik kwam van mijn man. Uiteindelijk zette ik de rest voor volgens mij. Dat is een laatste stond ergens tussen en inderdaad stond hij vrij. Ja, dan probeer je nog alles aan te doen met de sliding. Dan schiet hij hem goed binnen. Ja, dan kun je ook zien dat gewoon de kwaliteit is van Interna. Als je dit wel een vertrouwen, denk ik, qua spel voor Heerenveen volgend jaar. Ja, die gaan we nu wel pakken. Ik zei vorige week tegen jou, we gaan winnen vandaag. We waren dichtbij, dus wat moet hij daar wel gaan doen? Nee, maar zeg maar, de punten moeten dan nog blijven komen, hè? Nou, want je bent nog niet veilig helemaal. Ja, ik zei net, als we vorige week een punt hadden, of twee weken geleden een punt hadden gepakt en vandaag gewoon hadden gewonnen, wat terecht was geweest, dan had je gewoon meegedaan aan de play-offs. En je weet niet, Roda wint, en Twente pakt een puntje. En je moet ook nog steeds naar onder kijken. Sorry, hoe moet je zijn. Dat willen we niet, maar we gaan nu van Heerenveen binnen volgende week en daar ben ik van overtuigd. Als we zo spelen, dan komt het goed. Ja, daar weer. Hou ik je aan.